Want het is Vincent! En Jordi! Jordi! En Vincent! Het is de Vincent en Jordi Show! Met House Flipper! Het doel van het spel is, we kopen huisjes en we flippen ze. We renoveren ze leuk, we gaan de badkamer betegelen, we gaan muren schilderen, we gaan tuinen onkruid vrijmaken en dan verkopen we het met een profit. Dit is ons kantoor, net zoals in het echte leven. Wij zijn roze van buiten en zwart van binnen. Oh, wat? Die poster? Ja. Wat? Work means victory. Hier zit de badkamer, ook zwart. Plant, want we urineren in de bosjes. We gaan denk ik naar onze eerste klant. Peter Poffermans heeft zijn vrouw zwanger gemaakt. Wil jij het voorlezen? Je hebt zo'n mooie voorleesstem. Okay. Hallo, mijn mooie vrouw is zwanger van ons eerste kind. We hebben ook net een nieuw huis met 3 slaapkamers gekocht, dus we hebben jullie hulp nodig. Ja. Dit is de grootste fout dat mensen maken, want wij zijn professionele huisflippers, wij kunnen nu al advies geven. Gewoon kinderen krijgen? Ook, maar mensen kopen een te groot huis, geld is op, maar ze weten niet wat ze ermee moeten doen. Neem maar aan, oké? Dus een wieg, een commode, wat speelgoed en een roze kamer, want ze krijgen een meisje. Dit is zijn huis? Nou ja, dit is het laadscherm van zijn huis. Oeh, dat ziet er vies uit. Dit is wel echt een tering, sorry. Dit is ongewenst. Ik denk persoonlijk dat de vrouw die zwanger is geworden, die woonde hier vroeger, die zat aan de crack, alles erop en eraan. Toevallig. Die man had zeeën van tijd en nu ineens zit hij onder de plak bij die vrouw en die zegt kom maar bij. Niet alleen hij, maar ook de ramen. Van de kinderbijslag gaan wij dus nu de kinderkamer schilderen. Ja, de kinderbijslag. Jezus, dit kan echt niet. Wat een rotzooi. Flikker naar buiten, weg ermee, weg met die kapstok. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Dit is gewoon IKEA dit. Ja. De woonkamer / keuken. Kunnen we niet gewoon het hele interieur verwijderen? Wat is er met die bank gebeurd? Wie heeft hier voor Chinees gegeten? Dit is... Dit is echt te smerig dit. Dit is Takemundo avond. Het lijkt of dat er meer op de wc zit dan in de wc. Ja. Wat is dat dan voor ding? Ik denk een wasmachine, maar dan eentje voor goedkope mensen. Ja, ben ik te hard. De kinderkamer. Gelijk even weg. Dit duurt echt... Dan mag je ook hardop zeggen hoor, het is de Vincent & Jordi Show. We kunnen de Ultra Hipper Mop 2018 doen. Ja? Oh ja, decoratie. Iets wat gewoon niet in een kinderkamer past. Ja, ik zoek iets van een erotisch... Ik heb een idee. Mooi baby. Wist je dat je met een bezem gewoon je bank schoon kan maken? Nee! Ja, joh, je moet echt bezemen. Kijk Jordi, ik ben aan het schoonmaken. Het werkt goed hè? Nou, we gaan nu de ramen wassen. Dit is echt zo slecht dit. Even kijken, ik heb nog wel één tip, want we blijven een soort van psychologen. Ja. Vermoord je vrouw, ren weg, dump het kind in de achterbak en ga naar Disney. Weg hiermee. Vincent, 4000 euro, 5 minuten werk, want we schudden het uit onze maal. Oké, zullen we nog een opdracht doen? Want ik zie dat je er zin in hebt. Ik heb er hartstikke veel zin in, Jordi. Onlangs zijn grote kamers populair geworden. Ik zou ook graag meerdere muren laten slopen in mijn huis. Nou, beste Tony, daar gaan we voor je regelen. Alles moet kapot. Heel realistisch spel. Ik geloof ook niet dat we echt onze roeping gemist hebben of zo. Nou, mijn roeping was eerder iemand die buiten naar ons toe schreeuwde: doe het niet! Ga niet naar Tony toe! Niet naar Tony! Tony de Grijze vermoord je! Nou. Hij stopt je in muren die je eerst moet afbreken. Pas op voor je hoofd! Oh. Nou Vincent, de woning is helemaal blauw en we kunnen hem verkopen. Nou, ik zeg verkopen we die hap. 70% voltooid, ik zeg doen. 3000 euro. Ah, je toop, huur. Extra muren, studentenhuis. Studentenhuis. Ho! Oh! Kijk hem gaan. Hoppakee. Ik kan niet tegen rommel.
Ik moet wel zeggen dat ik dit tot nu toe de leukste klus vind. Ja. Oké. Oké. Oh. Zo werkt het ook in het echte leven. Oké. Verwarming open. Oké. Oh, Vincent. Het beweegt. Als u een persoon bent met kakkerlakken takkie, angst voor kakkerlakken, dan kunt u de algemene spelopties kakkerlakken veranderen in stukjes glas. Nee. Kunnen niet kakkerlakken. Kunnen ze niet. Pak de stofzuiger, zo hoort het. Ho, Ho! Ho! Allemaal in de stofzuiger. Zo, dit is echt groot. Laat er één zitten. Ik kan je één keer laten zitten. Ja, heb je nou zin in meer Let's Plays van ons? Laat het dan vooral weten. Als je een aanrader hebt, dan kan je dat ook in de comments achterlaten. We zullen ze altijd lezen. We zullen er niet altijd wat mee doen. Ja! Oké, aan jou de eer. Deze mooie grote knop. Zo. Huppakee. Voltooien. €3000. In de pocket. Wij hebben onze zigzagmunt verdiend. Even terug naar het kantoor om na te bespreken wat er allemaal gebeurd is. Die doen we dicht en nooit meer open. Omdat het te lang duurt. Bij mij gaat er echt een ontzettende golf van vreugde doorheen. Omdat ik besef dat we hier helemaal klaar mee zijn. Ja. Escape Alt F16. Doei! Wil je nou meer van onze video's zien? En dat begrijp ik. Laat dan een hele leuke reactie achter op dit kanaal. Hoeft niet, hè? En like deze video. En vooral delen met al je vrienden. En abonneer op onze hoofden. Hallo!